Met de wereldrecordpoging willen ze een ode brengen aan het gedrukte en het digitale boek. De domino zal daarom zowel langs boekenstanden als het e-paviljoen lopen. Dat komt erop neer dat we ruim 3000 tot 3500 boeken en misschien zelfs meer zullen opstellen om het vorige wereldrecord dat op 2500 en ik denk 86 boeken werd gevestigd, om dat ruimschoots te verbeteren. Maar de trouwe bezoeker komt natuurlijk voor literatuur en die staat in het teken van Angelsaksische auteurs en thrillers. Niet minder dan 15 misdaadauteurs uit Groot-Brittannië, de Verenigde Staten, Zuid-Afrika komen speciaal naar de boekenbeurs om hun laatste romans, hun laatste thrillers te presenteren, maar ook met elkaar in gesprek te gaan. Een boek dat je zeker in de rekken zal vinden is Op de hoogte van de Vlaming Christophe van Gerrewij, die er vandaag de debuutprijs mee won. Een heel verrassend boek volgens de jury. Een man besluit om een brief te schrijven naar een ex van hem. Hij besluit dan meteen ook om die brief niet via de post op te sturen, maar die als roman te laten uitgeven. En dit boek is dan eigenlijk die brief. De boekenbeurs vindt plaats van 31 oktober tot 11 november in Antwerp Expo.